Dag lieve luisteraars slash kijker. Zoals altijd hebben wij weer opgenomen in onze heerlijke Sparta Business Lounge. Op de achtergrond is een koelkast. Niet onze eigen Isolemma koelkast. Blijven zoomen. Vandaar dat het geluid af en toe een klein beetje vervelend kan zijn. Veel kijk- en luisterplezier. Als tiener kon ik me totaal verliezen in het spel Voetbal Manager. Een selectie samenstellen met goedkope buitenkantjes en wonderkids scouten in Zuid-Amerika. En je kon ook heerlijk vals spelen, bijvoorbeeld door het spel gewoon af te sluiten als je een cruciale wedstrijd verloor. Of een nog mooiere truc, twee clubs tegelijkertijd leiden. Dan kocht je met die ene rijke club voor heel veel geld een paar matige spelers van die andere, kleinere club. Die had vervolgens zoveel cash op de bank dat je schofterige bedragen kon uitgeven aan topspelers. En hield je dat een paar seizoenen vol, dan kon je zomaar met FC Den Bosch de Champions League winnen. In het echte leven is de technisch directeur de voetbalmanager. We gaan het vandaag hebben over een vak met een grote aantrekkingskracht, maar waar we toch nooit heel veel over horen. De technisch directeur die het komt uitleggen is Ted van Leeuwen. Ted, welkom. Dankjewel. Ja, je bent eigenlijk ex-technisch directeur, geloof sinds een week. Sinds maandag, ja. Sinds afgelopen maandag. Want je bent een tijdje terug gestopt bij NEC, dat je laatste klus was. Hoe zien de dagen er tegenwoordig uit? Nou ja, het is nu precies 7 dagen, waarvan er 4 verloren zijn gegaan aan griep. Oh, dat nog. Voor de rest ziet het somber uit. Oké. En hoe ga je dit de komende tijd invullen? Ben je een golfer of een vakantieman? Helemaal niet. Ik heb het spel voetbalmanager ook nog nooit van mijn leven gespeeld. Dat had je, totaal niet weten hoe dat werkt. Dan had je alle fijne kneepjes van het vak kunnen leren. Ja. Voilà. Dan was er misschien nog wat van terecht gekomen. En verder, padel of fietsen? Hobby's? Nee, dat werk slokt je zo op. Dan, daar is eigenlijk geen ruimte voor. Ik kijk wel veel beelden. Niet alleen voetballen, ook wel wat je kunt leren van filmregisseurs bijvoorbeeld. Of producers. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen muziek en voetbal in alle opzichten. Vertel eens, ja. Ben ik wel benieuwd. Daar ga ik ook even voor zitten. Zowel film als muziek. Oké. Nou, nee, maar film uit te leggen... Ja, want dat wou ik eigenlijk als voorstel doen voor de laatste vraag die je had. Ja. Ik heb Steven Spielberg een groot interview van gehoord. En die legde uit hoe het gaat als je een film gaat maken. Hij zegt, jij hebt een script of een boek, wat nou een script moet worden. En dan zie je daar een film in en je wil die film maken. En je hebt die film in je hoofd. Jij ziet dat, chaos. Jij weet waar je naartoe wil, ongeveer. Maar ja, wat dan? Je moet nog een cast hebben, je moet nog een crew hebben. Mm. Sponsors, hè, vooral. Ja. AA-drink bijvoorbeeld. AA-drink zou kunnen. Nou ja, goed, dat zie je dus in de... Daarom dikke portemonnee om mee te shoppen. Maar dat zie je natuurlijk in de films al. Ja. Hè, dan neemt Steve Bruce, die drinkt even, die staat aan een bar ergens in Los Angeles, dan vraagt hij een AA-drink. Please. Maar goed, daar zit wel een overeenkomst in. Als je bij een voetbalclub begint, zeker als je nieuw komt en als ik geroepen word, dan is er meestal wel wat aan de hand met zo'n club. Dan is er chaos. En waar begin je? En begin je met het snijden in de spelers of met het verbeteren van de accommodatie. Dan moest ik altijd weg. Of met het vervangen van de trainer. Ja. En noem maar op. En gaandeweg wordt het iets duidelijker, wordt het een proces, worden meer en meer mensen bij dat proces betrokken. En dat is het grote probleem van een regisseur ook. Hij begint het te zien, dan gaat hij mensen om zich heen verzamelen. Maar voordat die precies ook in hun hoofd hebben wat hij wil. Ja. Nou, en dan krijg je nog eens hoofdrolspelers die een idee hebben, mensen die locaties zoeken, noem maar op. Nou, en hoe is de omgang met dat? Hoe haal je een hoofdrolspeler over om in jouw film te komen spelen, voor die gage, op die en die dagen. Ja. Nou, daar zit een hoop overeenkomsten in. Ja. En dat is ook, als je in de muziekindustrie werkt, ja. Wanneer zet je Whitney Houston, geef je die muziek? In welke tijd van de eeuw? Welke tijd, wat is er aan de hand in Amerika? Noem maar op. beginnen te zien. Ja. Zo mooi. Zeker. Ik zie eigenlijk normaal altijd... Ik kijk veel films en ik luister ook muziek. Maar ik zie eigenlijk alleen de kunst, zeg maar. Dus ik zie of een film mooi is of niet. Maar ik heb eigenlijk nog nooit echt over dit nagedacht. Zie je dat ook dan? Of is het echt alleen deze kant van films en muziek? Nee hoor, nee, het zit in alles. Als je bijvoorbeeld de organisatie van, hoe heet dat orkest hier, Philharmonisch Orkest of zo, zul je wel hebben in Rotterdam. Of, nou, zo'n organisatievorm is een beetje hetzelfde als die van Sparta. Je hebt een bestuur, maar je hebt ook een algemeen directeur. Je hebt een technisch directeur, die heet daar muzikaal directeur of weet ik veel. Je hebt een hoofdtrainer, in hun geval een dirigent. Ja. Die heeft een assistent, ofwel de eerste violist. Kortom, die hele structuur. Je hebt materiaalmensen, je hebt mensen die voor de reizen zorgen. Ja. Precies hetzelfde. Je hebt alleen geen tegenstander. Dat is het enige. Ja, maar dat ben je toch vaak jezelf. Ja. Je zoekt toch voor jezelf de uitdaging. Tussen al die technisch directeuren, wie is dan het grootste voorbeeld? Wie is de grootste? Monchi. Maar... Ja, ik ben blij dat jij het vraagt, hoef ik het niet te doen. Hij is nu weer terug bij Sevilla. Maar Marcel Brands is natuurlijk ook fantastisch. Frank Arnesen heeft geweldig werk geleverd over waar hij was. Er zijn er gewoon heel veel goeie. We gaan zo verder over het vak. Maar toch, we hebben bij ons de afgelopen 2 weken een beetje vastgebeten in het WK-thema. Een klein beetje voorpret, maar natuurlijk ook de case van Qatar, waar al veel over gezegd is. Ga jij met net zoveel plezier kijken als dat je normaal zou doen naar dit WK? Ja, absoluut. En hoe ziet een WK-kijkende Ted van Leeuwen eruit? Nou ja. Oranje hoed op? Schmink? Nee, totaal niet. Ik heb werkelijk helemaal niks met Nederland. Ik heb toevallig, ben ik hier geboren en ik heb een paspoort van Nederland, maar ik voel me helemaal niet verwant. Waar had je dan geboren moeten worden? Nou, dat weet ik niet, maar bij Azië voel ik me wel heel erg thuis. Ja. Niet alleen mijn vrouw Aziatisch is, maar en Nederlanders vind ik echt een verwaand volk. We weten alles beter. En we denken er nooit over na waarom we allemaal met een... Heb je daar zelf ook last van of niet? Is dat echt alleen aan andere Nederlanders? Nee, maar dat is zo. Maar wij vergeten altijd dat wij... We hebben nu allemaal commentaren op Qatar. Zoals we dat eerder op Rusland hadden. Wij zijn allemaal geboren met een gouden lepel in de mond. En waarom is dat? Dat is omdat we 300 jaar geleden Indonesië hebben leeggeroofd. En nog een paar landen. Ja, daarom gaat het ons goed. Dus ik heb daar... nee. Oké. Ja, iemand nog wat kwijt? Nou, ik vroeg me wel af. Kijk, we nemen deze podcast komt 2 weken later uit dan dat we hem opnemen. Ja. En volgens mij, op het moment dat hij uitkomt, zit jij, Bart, in Zuid-Afrika. Ja. Maar je hebt echt een lange tijd geleden een keer verteld dat je wat probleem had met je rikketik in het veld. Ja. En als ik het goed heb begrepen nu, ik heb echt diep moeten graven tot iemand het uiteindelijk wilde vertellen. Ga je het laten verhelpen? Ja, klopt. Ja. Nee, dat is waar. Volgens mij was het in de podcast met Daley Blind, omdat het over zijn hartfalen ging. Ja, kon ik niet omheen, maar ook iets over mij. Want toen had ik net een oefenwedstrijd tegen Excelsior gespeeld, waar ik uit was gegaan omdat ik last van mijn hart had. Maar hoe lang is het geleden? 1,5 jaar of zo? Ja, zoiets. En dat klopt. En sindsdien heb ik een paar onderzoeken gedaan. En heb ik zo'n onder mijn huid een soort holter gekregen. Dat het eigenlijk real-time een hartslag meet. Voor het geval het nog een keer gebeurt, dat ze kunnen uitlezen in het ziekenhuis wat er aan de hand is. Dat is inmiddels nog wel 8 of 10 keer gebeurd daarna. Ook in wedstrijden. Dat is niemand opgevallen, omdat ik er niet uit ben gegaan. Maar een paar keer wel echt vervelend. Gewoon 10 minuten lang een hartslag van 230. Dat er niet meer uitschiet, zeg maar. Dus het gevolg is, ik heb een soort ritmestoornis die niet kwaadaardig is, zoals het bij Blind en Eriksen is. Dus die niet per se gevaarlijk is, maar wel goed is om te verhelpen. Kan je wel, maar je zegt niet gevaarlijk, maar stel je zou op zo'n moment echt volle bak gaan sprinten. Ja, dat is de enige... Dus één keer tegen Ajax herinner ik me, dat was de laatste 10 minuten. En toen schoot het erin. En normaal in een wedstrijd heb je een opstootje, dan heb je een doelpunt of een corner. Toen schoot het erin, maar je zegt het ook een beetje alsof hij je kuit schiet. Ja, maar het schoot in je hart. Dat ritme schoot in één keer omhoog. Maar het is totaal willekeurig. Dus het heeft niet eens met een sprint, of het kan zomaar in een kopduel of na een paas zijn. Dat is willekeurig. En dat hield er maar 10 minuten aan. Maar ja, je weet hoe het is om tegen Ajax te spelen. Er is geen rustmoment. Weer achter de bal aan, weer sprinten. En toen kwam ik wel eens zo'n zone dat ik dacht, ik ben echt heel blij als hij nu affluit. Want anders wordt het misschien zwart voor mijn ogen of iets. Dat was eigenlijk de enige keer dat ik het echt heel naar vond. Maar ik had geen zin in die ingreep, eerlijk gezegd. Ik dacht ook dat het niet nodig was. Maar toen heeft de arts me toch op het hart gedrukt van... Ik wil je echt adviseren om het wel te doen. Dus dat ga ik, maandag doen? Afgelopen maandag. Het is afgelopen maandag dus gebeurd. We weten niet hoe het is afgelopen. Maar dat klopt. Dus ik ga het inderdaad... Een ablatie heet dat. Waarop ze een stukje littekenweefsel gaan branden in je hart. Zodat het is een technisch verhaal, zodat die elektrische stroom net een andere route neemt en niet de verkeerde afslag neemt zoals die bij mij wel eens neemt. Dus ik zie er echt tegenop, omdat ik weet dat het gaat via je lies met een camera naar binnen en het kan soms 3 uur of soms 6 uur duren. Maar het is wel een routine ingreep, zoals in het ziekenhuis zeggen, dus de slagingskans is heel hoog. En daarvoor ga je naar Zuid-Afrika? Daarna ga ik... Oh, daarna? 2 dagen later ga ik naar Zuid-Afrika. Wat ook niet heel handig is gepland allemaal. Je kan gewoon... je kan gewoon alweer de lucht in met zoiets. Ze adviseerden om toch even rust te houden. En dat heeft meer met de lies te maken, omdat ze daar een wond maken dan met het hart. Dus dat vind ik al wat geruststellender, zeg maar. Je kan daar prima uitrusten. Maar dat was de eerste open hartoperatie verrichten in Zuid-Afrika. Dat kunnen ze daar ook nog doen, bedoel je? Dr. Bernhard, ja. Oh, Grote Schuurziekenhuis, ja. Dat is historisch. Ze hebben daar goede zorg. Dus ik kan altijd nog bij Dr. Bernhard aankloppen. Nou ja, Dr. Bernhard er nog zo zijn. Zeker Dr. Grote Schuur is er nog wel. Ja, oké. Dus dat is het verhaal. Maar ik zie er een beetje tegenop, maar ik ben wel blij als het erop staat. Ik heb er ook gewoon op het veld last van. Je kan met 210, 220 gewoon niet goed presteren. En niet goed. Voortdurend presteren. Ik had vroeger veel last van wedstrijddruk, maar ik denk dat ik een hartslag van 230 nooit heb. Niet heb aangetikt. Nee. Dan is er weinig meer mogelijk. Dus het was wel even nodig. Jij was een interview. Je wist dat Ted van Leeuwen zou komen. Jij schoot jou een interview te binnen. Ik denk dat Ted hem zelf ook nog weet. Kijk, ik ben natuurlijk van een iets jongere generatie dan jullie. Ja. En ik weet dat op een gegeven moment was Pound helemaal toen het gebeuren. Dus dan is de eerste introductie die je bij Ted van Leeuwen krijgt, is het beroemde Jordania-interview. Nee, de eerste is denk ik Louis van Gaal. Ja, dat heb ik gelezen. Mag gewoon niks zeggen. Ik kan het ook zelf vertellen. Ben ik nou degene die zo slim is of zijn jullie zo dom? Is dat, ben jij zo? Dat is wat er tegen jou werd gezegd, Ted. Dat weten niet veel mensen, denk ik. Maar toen was jij een journalist. Dat weten heel veel mensen. Toen was jij een journalist. Ja. Wat hij noemt toch met naam. En toenaam is het ook, denk ik. Dat klopt, ja. Maar Louis en ik heb je dat al verwerkt ondertussen? Ja, ik heb dat verwerkt. Louis en ik hebben dat op dezelfde avond nog uitgesproken. Dat ging helemaal nergens over. Okay. Maar goed. Jordania wil je. Ja, en ik vond het een heel komisch interview. Maar ik ben wel... We gaan zo even naar kijken. En dan vervolgens eigenlijk de vraag... Ik ben gewoon benieuwd hoe dat... want dat was in een tijd dat het een beetje nieuw werd... dat dingen viraal gingen. Dat het eenmaal het internet rondging. En dit was dan zo'n geknipt fragmentje... wat je dan overal terugzag. Dus ik was gewoon benieuwd hoe dat voor jou... voor u, ik blijf het toch ongemakkelijk vinden... is geweest in die periode. Ja, ik wist helemaal niet wat Pound was. Daar had ook niemand mee. Ik kijk niet naar dat soort dingen. Ik kijk zelden naar de televisie. Dus dat zei mij allemaal niks. En toen kwam die gozer, toen had ik natuurlijk wel door... waar het in zat, ze hebben de fijne dingen er nog uitgeknipt. Want ik heb nog meer nare dingen tegen hem gezegd. Ja, je komt er nog goed uit. Ja. Okay. Ja, hij komt er goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. We gaan even kijken. Vitesse is Vitesse niet helemaal meer, hè? Natuurlijk wel. Maar Vitesse is helemaal Vitesse. We hebben net een trainer ontslagen, dus dat vinden jullie geweldig. Het lijkt alsof meneer Jordania eigenlijk alle thuis in handen heeft hier. Wie betaalt, bepaalt. Ja. Dus u heeft als technisch directeur eigenlijk niks te zeggen? Nee, helemaal niks. Hoe voelt het nou? Nou, geweldig, want ze betalen mijn salaris, dus ik voel me er prima bij. Wat doet u dan de hele dag? Dus u zit en u doet niks? Ja, een beetje televisie kijken, koffie halen. Gaat lekker wel zo. Gaat lekker. Ja. Bent u bang voor meneer Jordania? Ja, ontzettend. Ik kijk elke morgen naar mijn auto voordat ik wegga. Kijk je nog wel eens onder je auto? Nee, want het was echt een komische tijd met Miro. Ja. In welke zin? In alle zinnen. We kregen af en toe... Miro was Georgië natuurlijk. Ik heb zelf international geweest. Dan moest iemand per se op proef komen. En daar hadden we al een speciaal elftal voor. Inmiddels. Ja, die was dan al 29. En die speelde ergens in Hattem. Bij een 4e klasse. En dan stond hij ook niet altijd in de basis. Maar goed, hij kende dan zijn oom. En respect tonen en zo. En dan moest Vitesse 2 noemen we dat dan. In Soesterberg optreden of zo. En dan mocht zo'n speler even mee. Ja, dat ook weer gehad. Maar moest je ook een contract geven dan? Ja. En, nee, zo vergingen die. Maar ik bedoel, die dingen die zaten erin. En, maar natuurlijk ook de samenwerking met Chelsea. En daar heel vaak naartoe gaan. En min of meer door hun opgeleid worden of bijgestuurd worden. Van wat is scouting op het hoogste niveau? En waar kijk je naar en hoe doe je dat? En hoe halen wij spelers binnen? Hoe doen jullie dat? En wat zijn de trajecten enzovoort. Ja. En dan deze dingen met Miro. En bovendien een bijzondere aardige man. Ja, dan gaan we toch even inzoomen op het vak van technisch directeur. En het beeld dat zeg maar, de meeste mensen denk ik voor ogen hebben is de technisch directeur die stelt de trainer aan en die doet de aankopen in de zomer zo'n beetje. Die doet de contractonderhandelingen. Ik denk dat de belangrijkste taken zijn die bij mensen blijven hangen. Stippen we daar het juiste mee aan of is er een belangrijkere core business? Ja, in principe is natuurlijk dat de trainer en de spelers zijn het belangrijkst. Ja. Maar daar ben je er natuurlijk niet mee. En zeker in de laatste jaren ben ik bij clubs gekomen waar ik eerst een bodem moest scheppen. Maar in welke omgeving werken ze? Daar gaat het vooral om. Hoe ziet de kleedkamer eruit? Toen ik bij NEC kwam was één grote rommel, allemaal rotzooi in de gang. Elke deur had een andere kleur. Keukenkastjes in de kleedkamer. Allemaal plak met stickers van jaren geleden. Als dat niet rustig is... Kijk, en dan kom ik weer terug op bijvoorbeeld een orkest. Waarom zijn die mensen allemaal als een pinguïn verkleed? Allemaal. Om hetzelfde ritme te krijgen. Waarom hebben spelers een rood-wit shirt aan? En het zou wel eens beter zijn op de training als dat niet zo was. Als er geen hesjes waren. Maar jullie moeten even nadenken. Wij hebben dat gedaan, toch? Ja, we hadden we met tape... nummers op onze hesjes. En iedereen hetzelfde hesje. Alleen waren de even getallen bij elkaar en de oneven getallen bij elkaar. En allemaal hetzelfde rode hesje aan, maar even... En dan moest je onthouden. Dan moest je heel goed kijken. Ja. Maar daar had ik met Wim Jansen vaak over. Ja, over dat soort dingen. Hoe verdwijnt de intelligentie uit de voetballen? Dat komt daardoor. Ja. Je leert niet meer nadenken. Ja. Daar heb je de cursus van de KNVB. Dat komt daardoor specifiek doordat we... Dit soort dingen. In hesjes. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Was dat vroeger anders? Nou ja, ooit was het straatvoetbal. Maar dan had iedereen dat hij een Feyenoord shirt en hij Ajax shirt. Ja, daardoor wist ik dat ik naar hem moest spelen. Maar als iedereen precies hetzelfde aan heeft... Ja, dan maakt het nog moeilijker. Ja. Dan moet je naar kapsels gaan kijken. En, maar dat is toch goed? Ja. Want dat is toch de kunst van het voetballen? Dat is de kunst van het voetballen. Ja. Zo kun je je verplaatsen. Je hebt van tevoren gekeken. Kijk... Het was bij ons wel een stapje te ver, moet ik zeggen. Hoor. Want we zijn er heel rommelig van. Het zou wel heel veel zijn. Kijk, als jij... Er is ook een oefening, hè? Jij bent 1, hij is 2, Bart is 3, ik ben 4. Ik moet naar 1 spelen, jij moet naar 2 spelen. Maar je moet allemaal door elkaar lopen. En dan breng je een tweede bal in. Ja. Dan ben je echt city level hoor. Als je dat kan. Ja, nee, maar het gaat erom, ik heb heel lang gezocht naar... Ik hou heel erg van spelers die, zoals Klaas-Jan Huntelaar... Die awareness hebben, noem ik dat. Hè? Dus die precies weten wie waar staat, waar het doel staat, welke snelheid de bal kan komen, enzovoort. En die maken automatisch een voorbeweging. 2 jaar met Klaas op geoefend. Hè? Die voorbeweging van dit naar 1,5 meter te krijgen. Dat lijkt me makkelijk, ik kan het toch zeggen, en dan doe je dat toch. Maar zo is het niet. En dit zijn kleine dingen waarin je soms een speler kunt helpen, behalve dat trainers dat ook kunnen. En zijn traptechniek en noem maar op. En wij gingen bijna elke 14 dagen naar Schalke kijken. Wie zijn wij? Jij en Klaas. Later met anderen. Toen speelde hij bij AGOVV, denk ik. Om een paar dingen te laten zien. Kijk, want AGOVV was natuurlijk, dat begon net, hè. Dat was het eerste jaar. Er was niks. Ja. En om ten eerste te laten zien dat de afstand naar de top niet zo groot is. De top, dat zijn de sterren. Maar hoe ver is het heelal hiervan verwijderd? Nou, vanuit Apeldoorn ongeveer naar Haarlem. Verder weg is het niet, 120 kilometer. En vervolgens, Schalke was het makkelijkst, omdat logistiek het makkelijkste was. Dan kun je zien hoe sterk je moet zijn om in de Bundesliga te spelen. Wat heb je daar nou voor nodig? Enzovoort. Nou, heel wonderlijk dan... Ergens in zijn carrière is hij uiteindelijk aanvoerder van Schalke geworden. Maar hij wilde hem laten zien dat er... Het ging mij erom met Schalke ook gerommeld wordt. En dat daar ook... Ja. Dat haalbaar is, zeg maar. Voor... Dat was Bundesliga. Dat was een groot stadion. Dat was druk, hè. Want in Duitsland is de druk... Wij proberen de druk af te nemen. Hè. Ze zullen nooit tegen jou zeggen... Je moet van Vitesse winnen. Ja. Hè, ze proberen uit te leggen... Waar kun je van Vitesse winnen? Ja, ja. In Duitsland is het net omgekeerd. Daar wordt binnen de club, vooral de laatste dag, wordt die druk enorm opgeschroefd. Alfred Nijhuis heeft een jaar of 9 of zo in de Bundesliga gespeeld, bij Borussia Dortmund. Mm-hmm. Is ook 3 keer kampioen van Duitsland geworden. En die zei me dat zelfs in zijn laatste jaren kwamen er dagen voor dat hij voor de wedstrijd moest overgeven van de spanning. Mm-hmm. En hoe voelde ze die druk op dan? Door dat maar tegen elkaar te zeggen. We moeten winnen. Ja, een draaier moet hier. Weet je wel, zo praat die Duitsers. Ze moeten winnen. Dat zegt een trainer gewoon tegen een speler. Hè? Een draaier zijn 3 punten. Ja. Als je... dat maar mijn Duits is goed, mijn Duits is op point. Maak je niet druk. Bieten. En dat is heel apart. Dat hoort bij dat land. Ja. En zo heeft ieder land zijn cultuur. En iedere club. En ja. Wat voor een TD was jij, Ted, in de zin... ik ben zelf bij een aantal TD's op het kantoortje geweest. En dat was bij de ene, ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben... voelde dat heel relaxed, best wel gemakkelijk. Maar ik heb het ook wel tussen gehad waar je echt een soort van... Er zit een soort gewoon bijna kou in de lucht. Dat je echt met een hele hoge hartslag... en knikkende knieën bijna naar binnen gaat... omdat je gewoon bang bent voor hetgeen... Het begint vaak met een appie of een sms'je. Maarten, kan je even melden bij mij? Ja, en dan denk ik, ze gaan zeggen dat ik geen werk meer heb volgend jaar. Ja, zo begint het, eerlijk. Ja. Nee, nooit. Ik heb geprobeerd dat spelers mij als een vriend of als een hulp... een vriendelijke oom konden zien... En ik denk ook dat dat redelijk gelukt is. Natuurlijk moet je vaak ook een slechte boodschap overbrengen. Dan zeg ik er wel altijd bij, ja, het is voetbal. Het is mijn mening, het is een opinie. Het is niet noodzakelijkerwijs de waarheid. Maar ik zit hier nu en ik trek die beslissing. En... Misschien zit ik wel naast en dan kan het bij een andere club. Maar dat zou precies, want er is geen waarheid in voetbal. Is het wel eens onder naam te noemen, is het wel eens vervelend geworden ook, zo'n gesprek? Want voor spelers kan het een hele emotionele boodschap zijn, hoe je het ook brengt. Ja, is ook zo, maar ik heb daar nooit... Dat is niet met stoelen gegooid en... Nee. Hebben jullie wel eens een vervelend gesprek gehad met een TD? Ik heb 1 hele vervelende gehad, ja. De rest was prettig positief. Dan voelde hij ook al van, oké, ik kom waarschijnlijk voor een contractverlenging. Maar ik heb eentje met Alex Pastoor gehad. Die was trainer en technisch directeur. Ja. Ik begon ook met een appje van... loop even langs. Bart, loop even langs. En ik ging best wel opgewonden daarheen. Ik dacht... opgewekt. Of opgewonden. Gewoon in de zin van, ik denk... hij gaat me iets vertellen of ik moet iets verbeteren of weet ik veel wat. Maar ik kon vertrekken. Dus dat was de boodschap die ik A, niet helemaal zag aankomen... en B, die echt keihard aankwam. Dus dat was de eerste en enige keer dat ik ook echt gewoon best wel overstuurd... in dat hok van de technisch directeur ben beland. Was het gewoon echt direct straight van... Ja, even koets en kalfjes eerst dan of hoe? Nee, vrij rechtstreeks. Hij had al... Eerder, je kent die periode van Sparta, had eerder laten doorschemeren in de zomer... dat ik misschien weg zou mogen. Toen heb ik zelf gezegd, nee, ik wil blijven. Toen heb ik een periode dat ik goed gespeeld. Echt een aantal wedstrijden in de basis goed gespeeld. Heeft daar ook beaamd, heeft het tegen me gezegd. Alleen toen raakte ik geblesseerd, een maand of zo, of iets langer. Maar ik dacht, ik ging nog een beetje door op die vorm. Ik dacht, het is goed gegaan. En toen kon ik komen en ik ging dus vanuit van... ik krijg een oké boodschap of iets. Of gaat iets mededelen of wat dan ook. Hij ging inderdaad iets mededelen dat ik daar per direct... eigenlijk wel naar een andere club mocht uitzien. Maar kon niet ook motiveren? Ja, hij kon het motiveren, ja. Of hij motiveerde het, maar met een aantal argumenten waar ik me helemaal niet in kon vinden. Dus het viel best wel rauw op mijn dak eigenlijk. En ik had in die periode een gedoe thuis en dus het was sowieso een beetje moeilijk allemaal. Maar ik vond ook zijn argumentatie, hij was wel straight, hij was eerlijk, maar ik vond zijn argumentatie, ik kon me daar eigenlijk niet in vinden. Het ging over dat ik... ik vond dat ik lui was en gemakzuchtig was. In die hoek eigenlijk. En dat kon ik niet beamen. Dus het was een heel ingewikkeld gesprek eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb bij Heerenveen nog gewerkt met Hans Vonk. En eigenlijk sinds ik met hem heb gewerkt, heb ik altijd de vraag gehad. En nu kan ik hem eindelijk een keer aan de TD stellen. Waarom duurt het altijd, ik weet niet of u hier ook ervaring mee heeft. Waarom duurt het altijd zo lang als een TD zegt, er komt een aanbieding je kant op. Waarom duurt het altijd zo eindeloos lang voordat je dat werkt? Dan zeggen ze altijd, volgende week krijg je een aanbieding. Er zijn 5 paarden tegelijk aan het wedden natuurlijk. Dat is mijn antwoord, denk ik. En ik heb volgens mij bij Heerenveen heeft het, toen was in eerste instantie, zei hij, weet ik veel, hij komt volgende week. Toen heeft het volgens mij 8 weken geduurd voor de eerste. Toen wij natuurlijk weer op gereageerd. Toen zouden we weer binnen een week of 2 weken... had iets meer een slag om de arm gehouden. Volgens mij weer 2 maanden geduurd. Ja, dat is zo. Dat gebeurt. Dat, als ik terugdenk, dan is mij dat ook regelmatig overkomen, denk ik. En wat is dan de reden? Ja, ik denk waarschijnlijk van ik heb jou gehad en jou moest ik nog. En hem ging ik afzeggen en ik ben nog bezig. Ja, misschien voor die positie 3 moet ik nog iemand en weet ik veel. Oh ja, nou, je moet nog wel een keer eruit. Maar je gaat eerst dat lijstje afwerken. Uh-huh. En voordat je dat ding uittikt en dan moeten er weer bedragen bij komen. En dan moet je zaakwaarnemer nog weer langskomen. En, doe je dat zelf, die bedragen? Of doe je dat samen met een team? Bijvoorbeeld nu afgelopen periode bij NEC. Denk je dan zelf van, nou, ja, deze doe ik zo. Bart Vriends zit nu op 25, dat doe ik erbij. Ja. Daar lag eens om, daar lag Boekhorn om. Nee, maar ja, hoe gaat dat? Nou, ik zit dan meestal bij clubs waar een hele hoop moet gebeuren. Dus je moet een hele vracht spelers binnenhalen. Ja. En dan probeer ik eerst uit te vogelen. Wat zou het gemiddelde salaris zijn? Wat ik voor een speler kan uitgeven? Dus zeg, laten we zeggen 3 ton. Dus ik voor jou 5 ton moet uitgeven. Ja, dan komt hij er wat bekaarder vanaf. Ja, tonnetje doe ik het ook hoor. Ja, nee. Maar, ja. En zo gaat het ongeveer. En als je met een eigenaar werkt, ja, die komt nog wel eens met andere dingen. Die het voor een speler aantrekkelijk kunnen maken. Je moet wel oppassen dat niet alles door elkaar gaat lopen. Dan even het proces. Hè? Je bent technisch directeur en je hebt besloten zelf of samen te trainen dat je een controlerende middenvelder nodig hebt. Dat de selectie daaraan toe is. Hmm. Hoe gaat dat in zijn gang? Hoe ga je te werk? Nou, dan zoeken we eerst van welke... Wat is het type controlerende middenvelder wat je zoekt? Speelt hij alleen of spelen ze met z'n tweeën? Moet hij diepgang hebben of juist niet? Als je Lessen Schöne hebt, dan heb je eigenlijk al een 6. De bal valt hem altijd daar voor de voeten. Ja. Om de een of andere reden. Het is gebleken dat het ontzettend moeilijk is om nog een 6 te vinden. Die daar alleen kan, zeg maar, de type Sergio Busquets. Die sterft uit. Nou, ik was er naar aan het kijken en toen kwam ik erachter dat er heel weinig waren. En je hebt wel eens in een window, dat is er geen rechtsback te vinden. En het jaar daarop kun je er 5 vinden. Dat is heel af en toe. En ik dacht eerst van dat is met die 6 ook zo. En ik zag wel een hele goeie. Castilla, Blanco. Ik kwam met zijn zaakwaarnemer in gesprek. En die was ook de zaakwaarnemer van Casemiro. Casemiro was hun 6. En die wees me er eigenlijk op. Hij zei, ga maar eens kijken internationaal. Dat ze er bijna niet zijn. Barcelona heeft toch Frenkie gehaald. Een beetje voor die positie van Sergio. Hij is wel een steengoede speler, maar het is een 8. Toen ben ik er eens verder in gedoken. En toen viel mij dus op dat ze er bijna niet meer zijn. Madrid heeft Camavinga gehad. Is ook geen 6. Wel een goede speler, maar geen 6. Dus kijk wie er nu speelt. Toni Kroos. Dan stip ik misschien net de verkeerde positie aan voor het voorbeeld. Want we zijn op zoek naar zeg maar, het proces van het vinden van een... Laat ik een spits noemen. Die sterven niet uit, toch die spitsen? Of zijn er die of ook? Nee, ja... Die zijn wel schaars. Nou, ja, goede spits. Het is heel belangrijk, want volgens mij is spits een hele belangrijke elftal. Wat is het type spits wat je wilt hebben? Hè? Ja, want er zijn dus heel veel spitsen. Mm-hmm. Ja. Je hebt Sergio Aguero, zeg maar, de boksspits. Ja. Je hebt Lauritsen, wat ik zeer van onder de indruk ben. Ja. Ik vind echt een goede speler. Mm-hmm. En je hebt ook nog spitsen die afstanden overbruggen. Ja. Dus dan kies je, zeg maar, jij of samen met de trainer. Altijd samen met de trainer. Laat het een targetman zijn, bijvoorbeeld. Je wilt er 2 hebben. Dus die targetman hebben we Pedro Marques toen voor gehaald. Ja. En die Mata is eigenlijk voor de afstand. Ja. Nou, en dan heb je een lijstje. Dat lijstje groeit elke week, elke maand gaan spelers af, komen spelers bij. Je blijft scouten, het is een eeuwig proces. Ja. Dus die lijstjes, die bestaan echt. Ja. En dan doe ik het graag zo, dan wil ik de top 5 hebben. Ja, maar die is ook goed. Ja, mag er maar 5 opgeven. Dus dan komen we aan een lijstje van, laten we zeggen, 5. Dat vraag je aan je scout. Ja. En kijk je dan wel naar de beschikbaarheid of is dat gewoon puur op basis van deze vind ik goed? Ja, er zit natuurlijk wel een element van realisme in. Maar in principe kijk je wel naar wat zoeken we. Wie zou er eventueel wel voor ons willen voetballen? Ja. Nee, je hoeft niet naar Sergio Aguero te gaan. Maar, ja. Nou, en dan probeer je daarvan de beste te krijgen. Maar dat is niet alles. Want je begint niet met een spits. Hè. Als je een elftal moet opbouwen, wie speelt er in de spits? Wie speelt erachter? Of weer wel met drie spitsen spelen? Of toch liever niet? Oké, we kunnen het daarna naar krijgen. Dan verandert het weer, want we hebben ook Schöne. En zo gaat het maar door. En die lijstjes veranderen. En dan weet je nog steeds niks. Dan heb je er een hele hoop opgehaald. Maar hoe reageren die spelers op elkaar? Hoe komen ze binnen? Even kijken, want je, bij het aantrekken van spelers, je hebt nogal wat aangetrokken. Ook een paar verrassingen. Bijvoorbeeld, je hebt Jasper Cillessen weten te verleiden om naar NEC te gaan. En in eerder stadium Mertens en Chatley naar AGOVV. Maar daar moet een soort overtuigingskracht voor. Ja, Mertens en Chatley waren toen nog natuurlijk hele onbekende spelers. Onbekende spelers, ja. Pas toen ze weggingen bij AGOVV werden het sterren. Kunnen jullie dat verklaren? Waarom hebben die drie aan de eerste divisie moeten spelen. Maar ja, hoe dat klaar is, ja, dat is niet makkelijk. Misschien, ja, ik krijg ik ook niet, ik kan een poging doen. Misschien hebben die jongens die seizoenen nodig om sowieso om fysiek sterker te worden, maar ook om zelfvertrouwen te kweken. En dat kan als je op een gegeven moment groeit naar een niveau waar je net iets te goed voor bent. In het geval van spitsen en dan zomaar 20 of 25 goals maakt, dat je daar zoveel zelfvertrouwen en power aan ontleent, dat je dat op een hoger niveau kan gaan laten zien. Maar jullie hebben het ook meegemaakt, hè? Als je goed in vorm bent, als je goed in vorm bent, dan zweeft er iets en dan kun je meer dan wat je anders kan. Ja. Dat is zelfvertrouwen toch, vooral? Ja, laten we het een naam geven. Ja. He, maar het komt kan je dan meer dan wat je anders kan? Of is dat eigenlijk het niveau wat je hebt, maar zijn er allerlei factoren die jou naar beneden trekken? Ja, want het lijkt toch soms, je kunt het niet altijd. Nee, maar je hebt het wel in huis. En je kan het ook niet oproepen op het moment dat je het wil. Ja. En dat blijf ik altijd iets mystieks vinden. Ja, ja. Waar komt het vandaan? Waar eindigt het? Net als Philips. Wat denk jij dan dat de reden is dat zij... Laat die even zien. Net als waar komt het vandaan? Waar eindigt het? Net als Philips. Ja, die kennen het tegeltje ook lekker. 35 minuten in een file en dan ben je er. En dan denk je, waarom stond ik hier stil? Waar is het begonnen? Nee, maar ik bedoel, als het wrak ligt, is het duidelijk. Maar... dat is vaak niet zo. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Cillessen. Hoe overtuig je een speler om voor de club te kiezen waar jij voor werkt? Nou, Jasper is een verkeerd voorbeeld. Oké, doe ik weer een verkeerd voorbeeld. Ja, Jasper wou per se terug naar Nederland. Dus ik hoef wel in de deur open te doen. Voilà. En voilà. Ja. Maar je hebt vaak waarschijnlijk ook moeten knokken om een speler naar jouw club te halen. Is daar een strategie voor? Nee, maar... ja, op een gegeven moment bouw je natuurlijk wel een reputatie op, waardoor het wat makkelijker wordt. Dat ze voor jou gaan kiezen. Dat en spelers, hè, dat is agenten, want agenten spelen wel een belangrijke rol. Een elftal ieder jaar is gewoon een puzzel. En je zoekt een 6. Nou, die heeft een 6, jij heeft een 6, hij heeft een 6. Maar dat zijn allemaal andere puzzelstukjes. Dus de goede agenten worden ook niet boos als je zegt, het is wel een goede speler, maar niet voor ons. En zo probeer je dat op te bouwen, een heel elftal. Nou, en dat was met Mertens ook zo. Dat was heel erg, want dat was aan het eind van de window. En we hadden geen geld meer. En Peter Ressel belde mij op, die was de technisch directeur van Anderlecht. En daar zaten 2 jongens bij hem in de tuin. Dries Mertens en Sven Kums. En die hadden allebei geen club en geen toekomst en niks. En ik voelde me zo verschrikkelijk. Ik moest kiezen. Eigenlijk al voor niet één speler geld. Dat is wel een van een kenmerkend moment in mijn hele leven geweest. Ja. Alsof je een soort god was. Dus jij wel en jij niet. Weet je, dat vond ik zo verschrikkelijk. En Sven Kums vond ik ook een prima speler. Ja, dat ging eigenlijk letterlijk zo. Je moest gewoon... dat doe je daar niet aan de tafel natuurlijk. Maar in je hoofd doe je dat wel aan de tafel. Ja. En dan voelde je... ook, ik ben graag open, duidelijk tegen spelers. En dan voel je eigenlijk... ja, niet helemaal zuiver was dat gesprek. En die rol van zaakwaarnemer, zeg maar, hoe groot is die rol? Hoe ziet jouw inbox eruit, grof gezegd? Nou, er zijn natuurlijk een paar die alleen maar op het geld uit zijn. Maar het is wel een vehikel in het hele proces van transfers. Het is wel een zaakwaarnemer die jou een speler onder de aandacht kan brengen. Je hebt hem ook wel eens nodig om hem jouw kant op te duwen. Zijn er zaakwaarnemers die je echt hoog hebt zitten, ook voetbalinhoudelijk? Ja, die ook. Maar er zijn er meer, veel meer, die zeggen van... ze zijn fantastische spelers. Ja, ze hebben allemaal... Ja. Ze hebben echt allemaal fantastische spelers. Maar wat ik wel heel vaak heb meegemaakt, van oké, dan zit er een verschil in de prijs. Dus ja, doe die speler met 2 ton minder, maar ik wil mijn provisie behouden. Dat is echt heel vaak. Ja, dus dat, precies. Ja, dat hoor je wel vaker, maar dat zaakwaarnemers achter de rug van de speler eigenlijk aan jou als technisch directeur vragen, als je mij nou dit geeft, dan is die speler tevreden met dat en dan hebben we een deal. Ja. Hoe reageer je dan op? Ja, kijk... Je wil die speler hebben. Ja, ik heb een budget en dat vind ik het waard. En hoe die speler en de zaakwaarnemer het verdelen. Ja. Zal mij een zorg zijn, alleen als het te gek wordt. Ja. En de speler zou zeg maar, in de verkeerde rangorde in de kleedkamer terechtkomen. Ja, want dat ga je. Ja. Overbetalen is niet goed, maar onderbetalen is ook niet goed. Ja. Dat krijg je na verloop van tijd weer op je bordje. Mm-hmm. En, maar ik vind het wel frappant hoe makkelijk sommige agenten dat zijn, maar ze zijn lang niet allemaal zo. Maar je bent daar wel getuige van, zeg maar, dat een zaakwaarnemer eigenlijk een speler besteelt. Ja, kun je het bestelen noemen? Maar net zei je dat je vaak voor spelers kiest, ook ten opzichte van de clubs. Maar goed. Maar nu kies je voor de zaakwaarnemer. Nou, ik heb een budget en dat budget mogen hun verdelen. Ik kies niet voor de zaakwaarnemer. Ja. Ja, maar in dat opzicht zou je toch ook kunnen zeggen in het verhaal van die Zimmerman, dat jezelf van je budget... Die had geen zaakwaarnemer, maar het Zimmerman is... Dat komt niet zo vaak voor. Maar goed, als spelers... Goed, ik kan niet meer geld geven. Ik heb 4 ton, zeg maar. Maar je zou dat een speler kunnen zeggen direct van... Luister, ik heb 4 ton voor jou, maar je zaakwaarnemer wil 2 ton... contact loopt via de zaakwaarnemer. Als ik hem wil hebben, dan zegt hij wel mijn zaakwaarnemer... want ik wil hem niet meer lastiggevallen worden... want ik moet zonder voetballen. Ja, maar zijn toon, zou zijn toon niet veranderen als je zegt van... Luister, ik heb 4 ton voor je, maar je zaakwaarnemer wil minimaal de helft? Ja, maar zo gaat het meestal niet. Zo gaat het meestal niet. En kijk, spelers verdienen... Ja, als ik een budget geef, dan is het... Ik ben niet zo'n onderhandelaar die als ik 4 ton heb, bij 2 ton begin, heel langzaam opschuif, tot we ergens in het midden uitkomen. Ik vind gewoon, en dat weten de meeste zaakwaarnemers ook, dat vind ik het waard. Nou, dat kan eens een keer ietsje meer worden, maar dat is het. En niet dan neem een ander voor dat bedrag. Nou goed, en hoe spelen een zaakwaarnemer? Er zijn ook zaakwaarnemers die komen met de speler op het moment dat er over geld gepraat wordt. Ja. Mm-hmm. Dus dan is het wat transparant. Ja, dat is veel transparanter. John Veldman en zo, die doen dat altijd. Ja, ik zou het wel lastig vinden als ik eerlijk ben... dat je zeg maar weet dat een zaakwaarnemer niet helemaal eerlijk is tegen een speler. En jij werkt vervolgens nog... Wat is eerlijk? Nou ja, als je... Stel, een zaakwaarnemer wil een provisie op een bepaald bedrag... wat dan gecommuniceerd is met de speler... en vervolgens zegt hij tegen u direct... laten we dat salaris wat zakken van hem... zolang mijn provisie maar in stand blijft. Mm-hmm. Dat is toch niet per definitie eerlijk richting een speler? Ja, of dat bepaal ik niet of dat eerlijk is. Dat mag die speler bepalen. Ja, maar die weet het niet op dat moment. En u weet het wel en u wilt investeren in een relatie met een speler. Ja, dat sowieso. Maar dat zou je toch kunnen zeggen? Nee, ik snap het maar. Wij vertelden net ook dat je veel investeert in relaties met spelers, toch? Ik geef veel van mezelf. Ja. Voor dus, de 12 uur per dag die je hebt. Dus als je dan een relatie opbouwt met iemand... Tenminste, dat zou ik dan wel moeilijk vinden, zeg maar. Als je dan weet dat het niet helemaal... Nou ja, dat het niet helemaal ver voelt en een speler het niet weet, dan zou ik... Maar dat weet ik niet of een speler... Ik bemoei me daarna niet meer mee. Nou ja, ze zijn akkoord, er wordt getekend, je hebt het zelf ook meegemaakt. En dan gaat het niet meer over geld? Nooit meer. Oké. Okay. Komen zoals rare eisen of vragen op tafel? Ja, de meest rare eisen komen. Maar goed, iedereen is vrij om te vragen wat hij wil. Natuurlijk, kan er iets vergeten? Ja, van doelpunten tot... die zijn er ook nog zat, hè? Ja, doelpunten geld. Ja, doelpuntengeld. Dat is belachelijk. Dat heb je er wel eens toegezegd. Vaartje maar. Dat is altijd een struikelblok. In principe bij mij nooit. En zijn er nog meer principes? Maar ik weet nog wel dat bij Roda is nog wel eens gevoetbald. Volgens mij was Kalesic trainer. Ja. Die hadden twee spitsen die allebei op doelpunten... Ja. Ja, die speelden geen bal naar elkaar. Ja, dat is toch niet raar? Als je al een heel laag inkomen hebt... Het basisinkomen van die spelers was heel laag. Ja, dat is geen gezonde, gezonde situatie. Kijk, als je zoals in China... Je verdient sowieso 1 miljoen. En je krijgt nog... weet ik veel... Ja. 1000 gulden voor, of euro voor een doelpunt, ja. Ja, dan maakt het niet, maakt niet zoveel uit. Maar als je er echt van moet leven, zoals daar, ja. Wat ook wel interessant is, de uitgaande transfer. En je had het net over die klapper, maar je hebt bijvoorbeeld ook Ziyech verkocht van Twente aan Ajax. Ja. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat proces gaat. Kijk, word je dan gebeld door de technisch directeur van Ajax of via een zaakwaarnemer? Ja. En die zeggen dan gewoon... Ja, Ziyech was wel echt heel spectaculair. Om te beginnen kijk je eerst van... wat staat er in zijn contract? Want het contract had ik niet gemaakt. Dat was voor mij gebeurd. Ja. Dus wat is er weggegeven? Hoeveel hou je over? Oh, wat doe je? Wat is er weggegeven? Hoeveel... Nou, je kan afspraken, gelimiteerde transfersommen en zo, toch? Bijvoorbeeld. Ja, wat je daarboven dan extra, daar kan je nog afspraken over maken. Hoe je dat verdeelt. Boven te zijn. Dus in zijn geval was dat niet zo. Ja. Dus er was een percentage voor de speler, een percentage voor de agent, een percentage voor de vorige club, Heerenveen. Okay. En dan is er altijd nog 5% solidarity. Ja. En bij sommige clubs heb je ook nog te maken met investeerders ja. Die ook nog, en zeer terecht hoor, want die mensen verliezen vaak meer geld omdat ze dan overhouden. Ja. Dus dat maakte de boel moeilijk. Dus ga je eerst rekenen van, oké, als we dit vragen, dan houden we dit over en hier zijn we tevreden mee. Ja, en Twente was toen echt in een hele moeilijke situatie. Ik heb 20 spelers verkocht of zo. Nou, verre van dat. Het was toch dat jaar dat er geen Europees voetbal meer gespeeld mocht worden? Mocht worden, een puntenaftrek en weet ik veel. En zij hadden een financieel reddingsplan opgesteld. En dat was gebaseerd op Hakim Ziyech. Op de waarde van Hakim Ziyech. Dus als ik dat bedrag niet zou halen, netto bedrag, dan mocht ik Ziyech niet verkopen. Omdat... Ja, anders... Die onderpand. Ah, hij was de financier. Ja, ja, precies. Ja, hij was... Dus... En toen kwam Ajax. Ja. En Ajax had zichzelf verteld dat ze nooit meer zo en zoveel moesten uitgeven voor binnenlandse transfers. Ja. Ja, dat was een paar keer flink misgelopen. Ja. En daar hebben we een hele dag over gedaan in Apeldoorn. Dus in één dag gebeurt dat. Nee, dat was bij Keizerskroon. Dus in een café zit je dan met... Nou, dat is niet een café. Oké, sorry, dat was een tent. 4 sterren, 5 sterren. Een etablissement. Nee, maar het was met Mark en met Jeroen Slob. En Jeroen Slob was natuurlijk heel belangrijk daarin. Nou, en toen zijn we uiteindelijk bij elkaar gekomen. Maar je moet heel veel... Alles moet passen. Ja. Ajax had net in dat weekend ervoor met 4-0 in Rostov verloren. Ja. Niet in het weekend, in de week. En de window dreigde dood te gaan. Hè? Dus ik had al 4 wedstrijden gespeeld. Hoe verschrikkelijk veel zaakwaarnemers, clubs ik voor hem over de vloer heb gehad, dat wil je niet weten. Ja. Ik ben er zelfs nog voor bedreigd, maar dat is een verhaal op zich. Dat vinden wij wel interessant op zich. Laten we daarmee beginnen. Hoe is dat gegaan? Maar nee... maar goed, uiteindelijk onder druk wordt alles vloeibaar, zei Aldo van der Laan altijd. En dat is ook zo. Ja, aan het eind van de dag kwamen we eruit. Ja. En gaat dat dan echt zo, oké, je weet, zij gooien dit op tafel. Jij weet in je achterhoofd wat de directie van Twente verlangt, wat jullie verlangen. Dan geef je iets tegenover, zij gaan met elkaar praten. Even los van elkaar, ze komen weer terug met een tegenvoorstel. Ja, dat ga jij wegen. Precies zo. En dan uiteindelijk kom je aan het eind van de middag tot iets. Ja, zo, pas toen we echt op tafel gooiden wat en hoe het in elkaar zat en waarom ik dat en dat streefbedrag moest halen. Oké, dat heb je pas aan het eind van de dag verteld? Nou, niet aan het eind van de dag, ergens midden op de dag. Ja. Eerst begin je gewoon te onderhandelen. Ja. Maar toen dat er lag, toen kwam langzaam Ajax ook met wat hun pijnpunten waren, waaraan zij hadden moeten voldoen. En toen hebben we het gevonden. En de oplossing was gevonden in finale van Europa League en de Champions League en allemaal. Daar zaten wat premies aan vast. Hè? Premies aan vast, gaan we toch nooit halen. Dus allemaal gehaald. Ja. Allemaal. Ja, die is wel lekker zeg. Ja. Maar wel interessant, want er waren meer kapers op de kust. Ziyech had toen de week daarvoor volgens mij nog even in zijn eentje van ons gewonnen. Ja, dat was volgens mij zijn laatste wedstrijd. Vreselijk was dat. Ja, maar goed, Hakim moest ook, weet je wel. Ja. Die kon niet meer. Ja. Nee. Maar, ja, die was in zijn eentje. Ja. Dat hele Twente. Maar je zegt er waren nogal wat kapers op de kust. Ja, maar niet... ik heb wel Hakim zijn wensen moeten respecteren. Maar we kunnen allemaal wel roepen. Besiktas. Ja, dat is ook nog zo mooi. Dan komen de Italianen en dan lees je in één keer in de krant dat AS Roma 18 miljoen over heeft. Dan krijg je het voorstel van AS Roma. Ja, dat is dan ongeveer 2,5 miljoen. Ja. Als hij dan 40 wedstrijden heeft gespeeld, komt er nog eens dat bij. Als hij 425 doelpunten heeft gemaakt, nog eens dat. Ja. Weet je wel, we moeten ongeveer tot 73ste blijven voetballen. Jij leest het in de krant, ga je dan zelf naar Roma? Nee, dat staat in de krant. Oké, maar ga je dan zelf naar Roma? Daar doe ik helemaal niks mee. Daar interesseert me verder geen flikker. Ik wacht tot er een fax komt van Roma. Gewoon echt een fax, letterlijk? Ja, een fax, of tegenwoordig is het een mail. Ja. Maar het was vroeger een fax. Ja. Kan ik ook wel wat over vertellen over faxen. Graag. Alex Buutner. Maar goed, en dan komt het voorstel. Ja. Nou ja, en dan denk je, ja, belachelijk. We komen niet eens in de buurt. Als je zo en zo en zoveel en daar moet voldoen. En dat stuur je ook terug? Ja, dat staat er. Ja. Ridiculous. Ridiculous. Crazy. Ja, nou, die woorden gebruiken we niet, maar het is not an option. Okay. Ja. Niet interessant, maar Alex Buttner, dat kwam van het grote Manchester United op, ik weet niet of jullie dat nog kennen, de slank bij Vitesse. Nu hebben ze hebben we toen nog een trainingscentrum. Nog een fantastisch trainingscentrum, maar toen zaten we in een oude boerderij aan de rand van Papendal. En daar stond helemaal ergens in een hoek nog een vergeten faxmachine. En ik weet nog goed, ik zat daar met Mirjam Clifford, die er nog steeds zit, op een zaterdag en dat ding ging piepen. Anders hadden we het waarschijnlijk niet eens gehoord. En toen, omdat hij in de hoek stond, kwam er een heel verfrommeld ding uit. Dat iemand ons been nam, weet je wel. Met het logo van Manchester United en de handtekening van Sir Alex Ferguson. En die kwamen 5 miljoen bieden voor Alex Buttner. Nou, ze boden iets minder. En die fax lag er al 4 weken. Nee, die kwam op die dag dat we het toevallig... Ja, op een zaterdag ben je er eigenlijk alleen maar op de trainingsuren. Ja. Weet je wel. Ja. En als je niet toevallig daar zit, of als er 10 mensen binnen zijn... Ja. Dan hoor je het gepiep van die fax niet. Ja. Nou, hem nooit gevonden. En dat vond ik zo apart. Ja. Nou ja, en dan later, dan meldt er zich een agent. Die komt dan namens... Die club komt dan de transfer afhandelen. Maar ja, het was wat minder. Het is iets meer geworden. Maar goed, hij zat ook aan het einde. Het is een uitlopend contract, dus er viel niet heel veel te doen. Ja. Maar zo kan het dus ook gaan. En, weet je, zegt bijvoorbeeld uitlopend contract. Waar bestaat eigenlijk zo'n bedrag uit? Bijvoorbeeld, laat het 5 miljoen zijn. Markt. Wat kan je dat concreet maken? Markt. Vraag en aanbod. Ja. Maar bijvoorbeeld, want je weegt natuurlijk, oké, hoe lang heeft hij nog contract? Hoeveel salaris verdient hij nog bij ons? Maar er is ook een soort element wat niet echt te verklaren is, toch? Dat is een soort, ja, het is de toekomstige waarde of zo? Ja, de marktwaarde, gewoon. Hoeveel rechte centrumverdedigers zijn er op de markt? En wat is wat wordt er vergelijkbaar betaald voor dit soort spelers? Ja. En hoe makkelijk of hoe moeilijk kan ik ze krijgen? Ja. Schenkt ondertussen even heerlijk AA, isolement. Ja, dat is belangrijk. Ik moet zeggen, om het eind van de uitzending te halen. Nee, maar je had bijvoorbeeld deze zomer had je nog Lens Duivestein. Die bijvoorbeeld bij Almere zei van ja, ze vragen een bedrag voor mij wat ik mezelf absoluut niet waard vind, zeg maar. Dus daar gaat nog wel eens wat mis tussen speler en... Maar wat is de waarde van een speler? Ja, dat is de waarde, wat is de waarde van een schilderij? Nee, het is hetzelfde als wat is de waarde van een schilderij? De gemeente Den Haag betaalt... Wat de gek ervoor betaalt eigenlijk. Voilà, precies dat. Wat de gek ervoor geeft. De gemeente Den Haag heeft 80 miljoen over voor Mondriaan. Maar goed, nu, ik had toevallig net over Lens Duivestein. Dus blijkbaar hebben ze bij Almere een bepaald bedrag gevraagd... wat niemand wilde betalen. Die Lens Duivestein kan gebruiken. Ja. Niemand die. Ja, precies. Ja. Dus dan is het niet wat de gek ervoor geeft. Want Er was geen gek die het wilde geven. Voilà, dan is hij er niet. Dus dan is dat toch niet zijn waarde? Dus dan klopt het wel wat hij zegt. Of hoe, ja, dat hoe is zijn waarde van dat moment. Ja. Maar hoe dringend heb je de Lensduivenstein nodig? Ja. En heb je hem heel dringend nodig, maar je hebt geen geld. Ja, dan houdt het verhaal ook op. Dus dat speelt ook mee. Ik heb veel langer dan met Chelsea, met City mogen werken. En ik heb dat proces een beetje kunnen inzien en doorzien. Toen zij begonnen met het geld uit Abu Dhabi, toen hadden ze een bepaalde structuur en een elftal voor ogen. En de beste linksbuiten, laten we zeggen, was Cristiano Ronaldo. En ze betaalden het salaris wat Cristiano Ronaldo verdient. Maar ze hadden Robinho. Want de echte komt nog niet. Weet je, en dan moet je in het begin overheen. Dan moet je spelers verleiden. Dus als ik hem bijvoorbeeld naar Helmond Sport zou willen halen, dan moet ik daar misschien wel 1,5 miljoen of zou je het daarvoor doen? Ja. Voor 1,5 miljoen? Salaris? Mm-hmm. Ja, natuurlijk. Okay. Helmond Sport. Nee. Ja, ja. 1,5 miljoen, gast. Maar goed. Ja, maar praten we over deze discussie. Nee, maar dat is... Zou je daarvoor naar Helmond gaan? We hebben clickbait. Maar dat is dus verleiding. En verleiding speelt ook een rol in wat is de waarde van een speler. Ja, maar dat... Ik zit niet te denken aan de tijd dat ik nog bij de amateurs wilde. Toen was ik in gesprek met Katwijk. Die kwamen... Ik kwam altijd met de fucking grote doos zalm aan. Gewoon altijd. Want een hoofdsponsor was Vis. Dat vond ik wel mooi. Ja, ja. En dat heeft jou ook over de streep getrokken. Hè? Nee, ik heb nooit van Katwijk. Wel genoten van die zalm. Ja, zo zeker, lust geen vis. Okay. Helpt dat niet. Slecht gekozen. Nee, maar ik bedoel, zo zijn er. Daarom verdien je in China meer. Daarom verdien je in Rusland meer. Omdat het leven daar minder is. Minder aantrekkelijk is. Ja, zij moeten meer betalen om spelers te verleiden. En ja, dat kan ook zijn in Helmond of Os of weet ik veel. Ja. Dat soort dingen bepaalt de waarde van de speler. Hoeveel spelers zijn er op dat moment op de markt? Tot slot denk ik de kwestie data in het voetbal. Scouting op basis van het blote oog en scouting op basis van data, van statistieken. Hoe maak je daar, of heb je daar gebruik van gemaakt en hoe zwaar weegt dat? Ja, net na de COVID een aantal reisjes gemaakt naar collega's. En in Italië was ik vooral benieuwd bij clubs als Atalanta en Bologna en die dat erg goed doen. Hè? Die hebben echt volkomen onbekende spelers gehaald die fantastisch in het systeem passen. En hoe hebben ze dat nou gedaan, wilde ik weten. Robin Goossens had ik ooit zelf eens bij Vitesse gehaald, maar die was niet eens goed genoeg voor het tweede. Dat is ook zo'n voorbeeld. Weet je, doet nu al aardig aan dat. Ja, precies. Hij wordt Duits international. Ja. Maar anyway, de Atalanta was er bijvoorbeeld zeer in gespecialiseerd. En de vertrekkende mensen, nu is Lee Congerton daar de baas, die kon ik nog spreken en de nieuwe mensen. En die zeiden, als we geïnterviewd worden, dan vragen ze ons altijd naar data. En om geen oldschool te lijken, zeggen we altijd, ja, dat is interessant. Maar die data vertellen helemaal niks. Wat ze wel vertellen van, oké, jouw spits scoort gemiddeld 12 goals. Hè, de afgelopen 7 jaar. 12 goals, dan kun je dat ongeveer invullen. Niet een keer een jaar met 33 en alle andere jaren met 11, 12. Maar voor de rest, data vertellen heel veel. Het wordt misbruikt en er zit een groot gevaar in dat je een verkeerd soort supporter aan het opleiden bent. Analisten, iedereen lult er maar over. Ze komen terug in allerlei spelletjes. Maar welke data vertellen jou iets over een slimme speler? Welke data vertellen je of er een paaslijn wordt uitgehaald? Niks. Hij kopt een bal weg, hij wint een kopduel. Als hij wint een kopduel, dan heb je balverlies. Weet je, Kevin de Bruyne heeft daar heel aardige dingen over gezegd. En dat kun je ook zien. Hij maakt daar een bal vrij op het middenveld. Tussen 3 man in. Verstuurt een wereldpaas over 70 meter de hoek in. De bal wordt teruggetrokken door Foden en Mares, die tikt hem in. Wie krijgen er een vermelding? Foden en Mares. De createur van... Maar je hebt wel onderliggende data, toch? Die dat wel een beetje kan ondersteunen. Ja, kom op. Al die dingen, die kun je toch zien in een wedstrijd, of niet? Zeker. De uitstraling van iemand. Een wedstrijd ontwikkelt zich. Elke wedstrijd is er weer een avontuurtje op zich. Iedere wedstrijd ontwikkelt zich wat anders. Het collectief falen van de tegenstander of van jezelf. noem maar op. Dus data is ja, leuk voor die mensen die jou een goede conditie moeten bezorgen. En, spierballen. Maar of je daar haal je geen goede spelers mee uit. Okay. We sluiten zoals altijd af met de aanraders van de week. Ik ben benieuwd, Ted. Ja, dat is een documentaire over Clive Davis. En die documentaire heet The Soundtrack of Our Lives. Clive Davis was zo iemand die uitzocht welke muziek voor welke artiest op welk moment beschikbaar was. En die man heeft het maar liefst 40 jaar aan de top volgehouden. 40 jaar. Die documentaire, die niks moet. Maar als je die gaat bekijken, dan zou ik de deur op slot draaien. Niet gestoord worden, telefoon afzetten. Hem in één keer uitkijken, het duurt ongeveer 2 uur. En vooral goed opletten en tussen de regels door luisteren. Mooi, denk ik. Ja, mooi. Ja. Thomas. Ik was op zoek naar een mooie film op volgens mij Netflix. En toen kwam ik langs een van mijn favoriete regisseurs, Martin Scorsese. En de film Casino staat op Netflix. Dat is een film met Robert De Niro. Joe Pesci speelt er ook in, Sharon Stone. Het is zo'n oldschool De Niro maffia film over de opkomst van onder andere Las Vegas. En dat is een fantastische film met muziek van de Rolling Stones natuurlijk. En ja, ik ben van plan om ze op een gegeven moment allemaal aan te raden, de films van Scorsese. Dus ik ben hard op weg. Je zit goed voorlopig. Ja. Nee, ja, ik had natuurlijk eerder Goodfellas al gedaan, dus nu Casino. Ja, kom maar. Vriend zien. Ja, ik ben afgelopen vrijdag naar Ronald Goedemond geweest in het De La Mar Theater, cabaretier. En ik heb echt een vreselijk leuke avond gehad. Ik heb best veel comedians gezien de afgelopen jaren, maar dit was misschien wel een van de... Van de beste shows. Heel, een beetje absurd, maar het hele slimme dingetjes. Ja, dus eigenlijk is mijn aanrader, ga daarheen. Ik weet niet eens of er nog ergens kaartjes zijn. Ik denk het wel. Maar het is echt de moeite waard als je een leuke avond wil. Netjes, man. Kijk, ik liep de laatste tijd een beetje tegen een probleem aan. Ik heb een best wel oude scooter en die is heel erg luidruchtig. Maar ik luister graag naar podcasts als ik op de scooter zit. Dus ik moest een keer noise cancelling oordopjes hebben. Maar die had ik nog niet. Dus... ik ben weer even zonder jullie toestemming gaan snabbelen. Hier zijn ze. Het zijn de Linkbuds van Sony. Wat is dit nou hier? Ja. Wacht. Zeg eens wat? Sorry. Ja, noise cancelling. Nee, dus... bij noise cancelling hoor je toch juist... Nu hoor ik weer. Ja, nu hoor ik weer goed. Nee, ik had nieuwe oortjes nodig. Ik heb ze bij Sony gevonden. Ze zijn gemaakt van gerecycled plastic. Nou, toen was ik eigenlijk al verkocht. Er zit geen plastic in het verpakkingsmateriaal. Maar ik dacht, ik ben nu wel op het punt... ik kan niet iets gaan aanraden zonder ook iets voor jullie mee te brengen. Dus ik heb voor jullie oortjes geregeld. Ik heb voor Ted oortjes geregeld. Ted, je kijkt erg enthousiast. Ik zie dat je er ontzettend blij mee bent. En ook voor de luisteraars heb ik oortjes geregeld. Ik kan nog 3 paar weggeven. De link staat in de show notes. Kan je opklikken als je er kans wil maken. De Linkbuds van Sony in de show notes. Mooi man. Oké. Okay. Mooi aanraden. Ja, toch. Old school scooter. Oké. Okay. Ja, dan moesten we nog even 1 ding benoemen. Volgende week zijn we er even niet. Nee. Door mijn vakantie. Veel plezier. Dankjewel. Dus die slaan we even over. En we hebben in de kleedkamer 1 een WK-pool. Die is die al van start dan eigenlijk? Ja. Isolemmen Cup. Speelt Nederland niet op de dag dat deze uitkomt zijn eerste wedstrijd? Nee, 2 dagen later denk ik of zo. 2 dagen later. Ja. Dan dus, begint het... daar kan je nog steeds voor de kleedkamer 1 aanmelden. Oh, ja. Nabeschouwen op de... Nee, allemaal niet. Nee, een paar dagen later. Dus meld je aan, dat zou leuk zijn. Dan gaan we ook weer nabeschouwen op deze aflevering onder andere. Zo en we gaan eruit met een liedje en ook die is van Ted van Leeuwen. Welke gaat het worden? Doe maar Heart of Gold. Doe maar Heart of Gold. Neil Young. Goed. Mooi. Dankjewel voor je komst, Ted. Dank jullie wel voor het gesprek. Goede reis terug. Tot over 2 weken. Tabé.